The Christian Church, Disciples of Christ Suriname en de Samora Anais Foundation hebben gisteren hun jaarlijkse back-to-school dienst gehouden in de grote stadskerk. De organisaties hebben 184 scholieren van 45 verschillende scholen uit stad, district en het binnenland blij gemaakt met een schoolpakket. De overhandiging heeft plaatsgehad in de grote stadskerk en de EBG-kerk te Compagnie Kreek in het district Brokopondo. De stichting Samora Anais is 15 jaar terug begonnen de bestgeslaagden van verschillende scholen te stimuleren door ze te verrassen met een schoolpakket. Wij vroegen aan twee ouders wat zij van het initiatief van de stichting vinden. Ik vind het een heel goed initiatief, want voor het kind is het een push om verder te gaan, om zijn of haar best te doen. En dat als anderen dat kunnen missen om anderen te gedenken, dat we dat op prijs moeten stellen. Ik ben zo blij toen ik heb gehoord dat mijn zoon geslaagd is als beste voor de MULO. En als initiatief wat die mensen hebben genomen, vind ik goed. Want dat motiveren de leerlingen dat hun best beter kunnen doen. Als degene die bijvoorbeeld niet zo goed hebben gepresenteerd, een andere keer weer hun best kunnen doen om verder iets te worden in de maatschappij. Ik ben zo blij. Herman Ginti, secretaris van de Samora Anais Stichting, zegt dat de oprichter van de stichting, Imro Anais, en de bestuursleden hadden besloten om de bestgeslaagden in en afkomstig uit het binnenland jaarlijks te gedenken. Vandaar wij 15 jaar terug zijn begonnen met het verzamelen en het in orde maken van schooltassen, zegt Ginti. Want we hebben in alle districten, met uitzondering van Ikeri en Koroni, hebben we scholen bedacht. We hebben natuurlijk niet alle scholen kunnen bedenken, omdat we beperkt zijn in schoolspullen. Maar we zoeken de scholen uit en dan geven we ze. Maar hoe worden de scholen eigenlijk geselecteerd? Er zijn bestaande scholen die in aanmerking komen. Maar de scholen kunnen ook een verzoek doen aan de stichting van kan je onze school ook gedenken? Want wij hebben ook kinderen die minder bedeeld zijn en die best een schoolpakket zouden kunnen gebruiken. Dus het is deels zijn het scholen die al in ons bestand zitten. En bijvoorbeeld dit jaar is Komala Samutu bijgekomen, is OS Palomu ook bijgekomen. Dus het zijn scholen die horen van het initiatief en een verzoek doen van kunnen jullie ons ook gedenken? Per school is het maximaal 4 kinderen. 4 bestgeslaagden. We kiezen de bestgeslaagden uit en daarna bieden we de pakketten aan. Herman Ginti, secretaris van de Samora Anais Stichting. We spraken hem gisteren tijdens de uitreiking van schoolpakketten aan 184 bestgeslaagden van 45 verschillende scholen uit stad, district en binnenland. De uitreiking vond plaats in de grote stadskerk aan de Steenbakkerijstraat en de EBG-kerk de Compagnie Kreek in Brokopondo.